Henna Renfrum Ambendanon geeft sinds gisteren leiding aan het nieuwe bestuur van de Young Women Christian Association, WYCA. Renfrum is gisteren in ons huis bij acclamatie gekozen als voorzitter. Dit gebeurde echter niet zonder slag of stoot. Door jarenlange mismanagement en interne problemen van het vorige bestuur is uiteindelijk door een vonnis verkiezingen gehouden. De lijst van de tegenkandidaat werd afgekeurd door de rechter, waardoor het bestuur van Renfrum Ambendanon bij acclamatie is gekozen. Het bestuur is gekozen bij acclamatie, want de tegenpartij, daar zijn de documenten van afgekeurd. Het is duidelijk dat ze dan niet geaccepteerd konden worden. En die verkiezing die loopt eigenlijk al een hele tijd. Maar er waren ook rechtszaken omdat wij die mevrouw, de voorzitter, de vorige voorzitter die nu nog in het pand zit, niet zo makkelijk uit het bestuur konden krijgen. Dus er is op een gegeven moment zijn er wat rechtszaken geweest. En vanmorgen uiteindelijk is dus de uitspraak geweest dat dit huidig bestuur dan gekozen kan worden bij acclamatie omdat er geen tegenkandidaten waren. Dit proces loopt eigenlijk al een paar jaren, omdat die mevrouw, dat is meester Zwevel, die is al ver boven de toegestane tijd bestuurslid. Er zijn statuten en je moet je conform de statuten uitdragen en dat heeft ze dus niet gedaan. Dus vandaar dat er wat spanningen waren, het is via de rechter opgelost en wij zijn dus vanmiddag via acclamatie door acclamatie gekozen. Panden en gebouwen van de oudste christelijke vrouwenorganisatie in Suriname zijn door hoog opgelopen schulden in US dollars op de veiling beland. Het nieuwe bestuur wil onderhandelen met de banken om de schuld te herzien. Er zijn al 3 veilingen geweest. Door de leden, doordat die groep bij elkaar is gebleven, met ondersteuning van onze advocaat, hebben wij dus het zover kunnen krijgen dat de banken medewerking hebben verleend, dat die veilingen op een gegeven moment gestuit zijn. Er is ingeschreven, maar we hebben het nog net een randje kantje kunnen stuiten. Het is nog niet voorbij, want nu zitten wij als nieuw bestuur van een paar uren met een miljoen Amerikaanse dollar schuld waar wij nu over moeten gaan onderhandelen. Er is namelijk in 2002 is er een brand geweest in die gebouwen, dus bij de renovatie is er een goede uitkering van de verzekering geweest, maar de mensen zijn daarnaast nog een aanvullende lening gaan vragen. En wanneer je op je lening niet aflost, dan krijg je dat rente wordt bijgeschreven en er komt ook nog boeterente bij. Dus naast het bedrag dat ze geleend hebben, zijn er extra kosten bijgekomen en het bleef maar groeien. Totdat wij op een gegeven moment hebben kunnen onderhandelen met de bank en zij dus bereid zijn gevonden om de lening te bevriezen. Maar de onderhandelingen zullen eigenlijk al morgen weer opgestart moeten worden. Henna Renfrum Ambendanon, de nieuw gekozen voorzitter van WYCA. Om de veiling te stuiten wil het WYCA-bestuur fundraisingsactiviteiten organiseren om zodoende genoeg geld binnen te halen om de schuldeisers te betalen.